Hallo YouTube, hallo iedereen. Het is al een tijdje geleden dat ik deze melding kreeg van Facebook. Ik ben nog steeds aan het wachten om op antwoord van hun, maar ik vrees ervoor dat het hetzelfde antwoord zal zijn als de vorige keren. Het geval was dat dus mijn desbetreffende post die door hun verwijderd werd, gewoon verwijderd blijft. Om maar met de deur in huis te vallen. Jawel, hier ben ik weer. Met helaas weer voor de vierde keer op rij al. Mijn verhaal. Helaas, al voor de vierde keer met hetzelfde onderwerp. Ik hoopte dat na 3 meldingen die ik al kreeg ondertussen, ik niet opnieuw voor de vierde keer deze melding zou krijgen. En dit uiteindelijk zou stoppen. Maar toen ik dus voor de vierde keer op rij deze melding van Facebook kreeg, toen dacht ik, oh no, not again. Wie is dit? En waarom doet deze persoon dit? En wanneer stopt het? En wat doe ik verkeerd? Als ik al iets verkeerd doe, dan weet ik niet wat precies Facebook hier verkeerd in ziet. Want alle humor die ik tot 4 keer toe al gepost heb op Facebook, op mijn Facebookgroep, mijn eigen humorgroep, Comedy Toppers op mijn eigen Facebook-profiel, op Instagram, op mijn Instagram-profiel en dus ook op deze leuke humorgroep, Melps en Truiden, werden eerst probleemloos gepost. Totdat ik dus 4 keer dezelfde melding kreeg. Van humor die ik eigenlijk, om eerlijk te zijn, op Facebook gevonden had. Dus ik weet niet wat het probleem is. Zoals je in mijn vorige vlogs over dit onderwerp al kon zien, want tot 4 keer toe werd humor, die ik op mijn profiel dus, en mijn eigen humorgroep Comedy Toppers, en mijn Instagram profiel probleemloos post, en dus ook op deze leuke humorgroep Melps en Truiden, gepost had, helaas door Facebook verwijderd wegens spam. Het vierde filmpje al. Ondertussen over dit onderwerp. Met alweer, helaas, mijn verhaal.
Wat? 4 keer kreeg ondertussen al dezelfde melding van Facebook. Zoals ik al eerder zei, ik hoopte dat na de derde melding dit de laatste melding zou zijn. Deze melding kreeg ik dus al 4 keer van Facebook. Dat ze iets verwijderd hadden wegen spam en zo. Ik heb zoals ik de vorige keren, 3 keren, deed ook deze 4e keer een aanvraag gedaan voor beoordeling. Waar je kan zeggen dat en dat en dat en zo. Maar waarschijnlijk, zoals de 3 vorige keren, ga ik ook deze keer van Facebook een melding krijgen dat dit verwijderd blijft. Dit was mijn vlog, dames en heren. Bedankt voor het kijken. Hopelijk hebben jullie ervan genoten. En blijven jullie kijken naar nog meer filmpjes en zo die online komen op dit YouTube-kanaal. Tot ziens. Einde vlog. Peace out. Mic drop.